Het Guyana-schild is het ecosysteem van de wereld. Daarom moeten de drie Guyana's zich bundelen en de waarden die zij dragen aan de wereld doorcommuniceren. Dit zei David Singh, vertegenwoordiger van het Wereld Natuurfonds voor de drie Guyana's, vandaag bij de opening van de derde EcoSeo-workshop. Het EcoSeo-project heeft tot doel het ecosysteem of een deel van het natuurlijk milieu en het natuurlijk kapitaal van het Guyana-schild te bevorderen en te helpen behouden. Singh zegt dat de communicatie tussen Frans-Guyana, Guyana en Suriname moet resulteren in een waardebeoordeling van het Guyana-schild. Het EcoSeo-project moet daarbij een bijdrage leveren. Vanuit de power of EcoSeo, het helpt decision makers, het helpt academia, het helpt civil society. To have a common platform on which we can work across countries to develop the kinds of information that we can actually speak with each other without boundaries. We can actually think together and we can actually communicate to get as a region the values that come from this part of the world. And one of the things that I remember 10 plus years ago, the challenge for us was how do you actually communicate effectively what we are doing using the geospatial information that we have within Guyana. How do you communicate that across boundaries? Singh haalde verder aan dat er nu verbeteringen zullen komen in de waardebeoordeling van het Guyana-schild. Dit baseert hij op de methode die geïntroduceerd is om de data van EcoSeo begrijpelijk te maken voor de verdere beoordeling van het Guyana-schild. Deze werkwijze zal de communicatie tussen de Guyana's ook vergemakkelijken, zegt Singh. And so we have now a system, a methodology, and EcoSeo, the heart of EcoSeo, is the use of this common methodology, where we can, as blind people looking at an elephant, we can together come together and decide on what the shape and size of that elephant is. And that's very important for us. We can actually speak to each other as a result of having a methodology, a means by which we can speak to each other. Dat is dus David Singh, WWF-vertegenwoordiger van de drie Guyana's. Hij sprak vandaag bij de opening van de derde EcoSeo-workshop, welke gehouden is in het Lalaroek-gebouw.